Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag debatteren we over het herziene masterplan gevangeniswezen. Ondanks dringend en breed gedragen verzoek aan de staatssecretaris dit plan geheel in de prullenbak te gooien, heeft de hardwerkende sector een herzien masterplan gekregen. Zoals de PVV toen al voorspelde, wordt dit plan nu gepresenteerd als winst, als een beter plan. Voorzitter, de PVV was tegen het oorspronkelijke plan en is ook tegen het huidige plan. Nog steeds worden gevangenissen gesloten en komen hardwerkende mensen op straat te staan. Voorzitter, binnenkort zal ik graag met mevrouw Stuyveling van de Algemene Rekenkamer een kopje koffie gaan drinken, want het lijkt mij namelijk erg interessant eens wat uitgebreider te praten over het financieel beheer op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onlangs bleek namelijk, en daar hebben wij het gisteravond uitgebreid over gehad, dat het financieel beleid op zijn zachtst gezegd al daar niet in orde is. De Algemene Rekenkamer heeft niet voor niets bezwaar aangetekend tegen dit financieel beheer. En voorzitter, in dat licht is het dan ook niet vreemd dat de wenkbrauwen bij ons omhoog gingen toen de staatssecretaris in de staart van het debat over het oorspronkelijke masterplan, tussen aanhalingstekens opeens, een potje van 69 miljoen euro had gevonden. Was die 340 miljoen nog in beton gegoten, ineens bleek er toch in de spelonken van het ministerie geld gevonden. Maar voorzitter, het gevonden geldpotje van 69 miljoen wordt door de PVV ernstig betwijfeld. Dit is geen geld wat over is, maar een bedrag wat door de staatssecretaris uit de loon- en prijsbijstelling van de begroting 2012 gehaald wordt. Lonen van politie- en gevangenispersoneel worden niet geïndexeerd, dus vestzak, broekzak op een goedkope manier. En voorzitter, de boeken voor deze begroting zijn gesloten en de Tweede Kamer heeft over de verdeling van het geld al akkoord gegeven. En dan kijk ik ook naar de hoofdlijnenbrief van minister Dijsselbloem en daaruit blijkt dat het ministerie van Financiën dit geld vanaf 2013 nodig heeft voor de aankomende extra bezuinigingen van 6 miljard. Dus als het al zou kunnen, voorzitter, dan heeft de minister van Financiën het geld nodig. Ergo, de financiële pijler onder het herzieneplan is dus niet aanwezig. Ik zou het hier dus eigenlijk al bij kunnen laten, maar ik maak de spreektijd toch graag vol. Er gaan nu 19 gevangenissen dicht en geen 26. Niet 3400 gevangenismedewerkers worden ontslagen, maar slechts tussen aanhalingstekens 2000. Wederom tussen aanhalingstekens slechts 8000 slachtoffers per jaar. We moeten vrezen hun dader weer op straat tegen te komen. En niet zoveel als in de vorige, omdat de elektronische detentie niet zo vaak zal worden toegepast als voorheen beoogd. Voorzitter, degenen die in aanmerking komen voor zo'n justitie-Rolex zijn geen lieve jongens, want we hebben het over gedetineerden die veroordeeld zijn tot minstens 6 maanden gevangenisstraf. En die krijg je in Nederland niet zo snel. Was er in het oorspronkelijke plan nog sprake van een enkel band met arbeid, nu is sprake van lichte, midden of een uitgebreide variant. En in alle gevallen, ik citeer dat, zal sprake zijn van arbeid, scholing of een zinvolle dagbesteding. Gaat de staatssecretaris een LOI-cursus garanderen voor gedetineerden? Ook geeft de staatssecretaris aan dat gedetineerden met een justitie-Rolex straks makkelijk kunnen switchen van een licht naar een zwaar regime. Wat zijn de voorwaarden? De PVV kan hier in elk geval één ding uit opmaken. De veiligheid van de maatschappij en de slachtoffers zijn hier geenszins mee gediend, met welk regime dan ook. Voorzitter, belanden een veroordeelde wel in de gevangenis, dan staat de zelfredzaamheid voorop. Geen keiharde arbeid van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat om een bijdrage te leveren aan de kosten van levensonderhoud of om slachtoffers te compenseren, maar een pc met internet. Komen ze in de nieuw te bouwen gevangenis in Zaanstad, dan kunnen ze zelf gaan bepalen wanneer ze gaan sporten, luchten of biljarten. Een gedetineerde voorzitter heeft zo nog meer vrijheden dan de hardwerkende belastingbetaler die iedere dag naar zijn werk gaat om een dure hypotheek af te lossen en zijn gezin te eten te geven. Gewaardeerde gevangenismedewerkers verliezen hun baan of hun collega's, veroordeelde criminelen krijgen het beter. Naar buiten met een justitie-Rolex of binnen met een pasje en een pc'tje. Allemaal in het kader van bezuinigingen, geen mens die het begrijpt. Dat zijn de keuzes van de staatssecretaris. De PVV vindt het onacceptabel en zal hier in geen 100 jaar mee akkoord gaan. Desondanks nog 2 concrete vragen. Ten eerste, in het debat heeft de staatssecretaris gezegd dat er 10 gevangenissen gespaard blijven. Het blijken er nu 7 te zijn. Graag uitleg. En ten tweede, in het debat heeft de staatssecretaris ten aanzien van PI Tilburg gezegd dat het huurcontract wordt verlengd met 3 keer 1 jaar. In het herziene masterplan staat iets heel anders, namelijk sluiting in 2015.
Zelfs, voorzitter, als het sluiting in 2018 zou zijn, betekent het dat de door de staatssecretaris zo bejubelde PI dichtgaat, met als gevolg dat 800 medewerkers in het zuiden hun baan verliezen, ofwel 33% van het totaal aantal medewerkers dat hun baan verliest, en dat in een regio met grote werkloosheid. Graag een reactie. En tot slot, voorzitter, graag een keiharde garantie van de staatssecretaris dat hij de Kamerbreed aangenomen motie over het behoud van het monument Oranje Hotel gaat uitvoeren. En dan rond ik af. Geconcludeerd kan worden dat de staatssecretaris rücksichtloos verder gaat met het afbreken van het gevangeniswezen. En hij bezuinigt vrolijk verder op de veiligheid van Nederland. En de PVV vindt dan ook dat het plan geheel van tafel moet als het financieel haalbaar is. Dank u wel. Dank u wel. Even voordat ik aan de staatssecretaris kom, even een kritische opmerking richting collega Van der Steur, die blijkbaar niet mans genoeg was om mij te interrumperen toen ik het over het pc'tje had, maar dat via de staatssecretaris moest vragen. Ik heb duidelijk gezegd, het gaat over e-health, e-learning en reïntegratie. En dat is een mooi bruggetje naar wat ik nu richting de staatssecretaris ga zeggen, voorzitter. Want ik heb wel een tegenstrijdigheid geconstateerd. Want als de PVV in verschillende debatten voorstelt dat gedetineerden best wat harder kunnen werken, dat ze verplicht zouden moeten afkicken, dan krijg ik te horen van mevrouw Helder, weet u wel, dat de meeste gedetineerden werkeloos waren voordat ze in de cel belanden, lijden aan ernstige psychiatrische problematiek of verslaafd zijn en nu de staatssecretaris geld nodig heeft, voorzitter, zijn het in één keer mensen die aan hun reïntegratie kunnen werken van achter een pc'tje. Voorzitter, is dat al niet vreemd? Ronduit stuitend is het antwoord van de VVD-collega. Het maakt niet uit waar het geld vandaan komt, er blijven gevangenissen open. En dat zei ik al in de eerste termijn, vestzak, broekzak-argument, op een goedkope manier. De mensen in de sector betalen het gewoon zelf. En de herinnering dringt zich op aan voormalig minister-president Balkenende, die toen in oppersenood maar riep, laten we eens een keertje blij zijn. Nou, voorzitter, nog verser in de herinnering, koop dat huis, koop die auto. Als je Grieks boekhoudt, dan kan dat. Maar als je een hardwerkende PIW'er of een agent bent, voorzitter, dan kan dat niet. En in de staart van een interruptie van mijn kant kwam het eruit. De structurele balk met geld is ingezet om tegenvallers wordt ingezet zodat tegenvallers tot 2018 niet meer gedragen kunnen worden. Laat ik eens een mooie tegenvaller noemen. Het GPS-systeem waar we het gisteren over hebben gehad. En in de media lazen we agenten werken gratis. En dat willen ze natuurlijk ook niet. Dus ik kom tot mijn motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat de noodzakelijke financiële pijler onder het hernieuwde masterplan DJI niet dan wel onvoldoende aanwezig is, verzoekt de regering om het plan inhouden het sluiten van inrichtingen en het wegsturen van goed opgeleid personeel van de dienstjustitiële inrichtingen geen doorgang te laten vinden en gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, daar ben ik heel blij mee. Deze motie is mede ondertekend door collega's Kooijman, Van Torenburg, Schouw, Segers, Van der Staaij en Van Tongeren. De motie wordt voldoende ondersteund en maakt... Nee, u mag echt niet klappen. Het maakt deel uit van de beraadslaging.